Hey, yo. Dat is frietjes ook een bakkerbos. 45 of 50 mannen. Echt? Meen je niet? Ik heb helemaal niks gehoord. Wow. Dat is wel veel, hè? Kijk, meestal zijn het er 3, 4 of zo die een keer iets zeggen over de ene dezelfde persoon. Ja. En laat dat wat het is, want ik ja. Ja. Maar dit is wel heel veel. Maar waarom dan? Hebben ze dat ook gezegd of niet? Nee. Alleen slang en dat soort dingen. Niet te vertrouwen. Grappig, is niet grappig. Maar, ja, dat is best wel veel. Dus ik ben een vreemd gelopen voor jou, maar waar komt dat dan vandaan? Weet ze niet. Dat weet ze ook niet. Kijk, ik kan dan nu helemaal wantrouwend gaan zitten doen en dat soort dingen. Ja, maar daar heb je zelf ook niks aan. Je maakt jezelf alleen maar gek als je zoiets. Precies, heb ik alleen mezelf mee. Ja, klopt. Wow, maar dat is wel veel hoor. Ja. En dan ook richting jou, zeg maar, de meeste mensen, tenminste voor zover ik weet, weten wel dat jij dat niet heel chill vindt. Je hebt dat altijd wel duidelijk ook aangegeven. En... Oké, mevrouw die zei, F is niet te vertrouwen. Maar dan denk ik ook, ja, de mensen zeggen dat niet voor niks. Nee, maar ook zoveel. Ja, dat is wel veel hoor. Ik heb nooit meegemaakt. Mensen gewoon echt bijna frietbakken elke keer even omhoog klimmen. Nee. Daarom heb ik niet erg van om even toe die kar even uit te lopen. Ik had op een gegeven moment dat ik helemaal geen aanspraak had met mensen. En dat vond ik ook wel dat ik zoiets had van... Maar het liet kunnen we even wisselen. Want ik weet, zeg maar... Mensen die komen er ook wel om even met jou te kunnen kletsen. En jij stond dan inderdaad zo dat mensen je nog wel konden zien. Maar ik stond met mijn rug naar mensen toe. Ja, dan is het... Dan is het helemaal niet. En ik zei, ja, ik weet niet. Neem het alleen maar goed op. Nee. Ik heb een stelling opnemen, even lekker babbelen. Ja. Leuk. Ik vond het wel gek dat op een gegeven moment stond jij daar wel bij. Dat ik iets deed en er stonden twee vrouwen in de hoek bij jou. En die vroegen, nou Milena, wanneer ga je naar huis? Ja, die vond ik maf, hè? Dat ik echt zoiets had van... ik weet niet eens meer wat ik zei, maar ik was echt wel gewoon... Ja, dat was nee, raar, is het? Echt, maar volgens mij heb ik ook zoiets gezegd, nou nog niet. Of zo, maar... En toen haakte ik nog even van, nou... Zolang je bent, hoop ik niet dat ze naar huis gaan. Oh ja, dat zei ik inderdaad. En toen zei ik van, ja, ik heb ook beloofd dat ik hem niet in de steek zou laten. Maar ja, dat ik ook echt zoiets had van, hè? Wat is dit? Want als je me wel gewoon hebt, prima, maar dan kom je toch niet... Ja. Ja, dat is vaag. Ja. Maar hetzelfde... Ja, dat zijn hele gekke momenten hoor, dat. Ja, maar ik wist ook niet hoe ik moest reageren. Nee, goed, dus, ik had gisteren nog even gedacht, dus ben ik maar reden naar huis. Ik heb een dag. Ja. Ja, ik vond het zo gek. Ja. Maar ja, dan denk ik ook, ja. Ja, dan realiseer ik me altijd. De ene helft mag je, de andere helft mag je niet. Mag je niet, ja, precies. Want de een vat jouw woorden zo op en de ander vat jouw woorden zo op. Klopt. Ik maak me er ook niet heel erg druk meer om. En daar ben ik ook wel blij mee. Anders dan, Maar ik zat, volgens mij was het vannacht... Dat ik nog even terugdacht en dat ik dacht van... Eigenlijk had ik gewoon moeten zeggen... Ja, je zit nog even aan me vast. Sorry. Sorry. You're still stuck with me. Yeah. Hello. Maar wat doe jij dat mensen je moet ontwijken? Nou ja, ik kan me best voorstellen dat mensen... Kijk... Iedereen is een favoriet. Ja, dat zeker. Maar ik kan me ook wel... Dat mensen zich aan mijn gedrag kunnen irriteren. Sommige mensen. Dat kan me heel goed voorstellen. Echt? Ik kan het heel erg bij mijzelf dat heel erg goed in voorstellen. Ja, maar dat is wat ik ook tegen jou zei. De een vat jouw woorden anders op dan de ander. Ik weet dat er nog eens een keer was in het begin. Dat stond ook wel eens een keer in.